dit is het moment, 25 jaar jubileum van de Compagnie, 60 jaar vrijheid, waarvan veel vluchtelingen 10 jaar van die 60 jaar al bij ons in onvrijheid hebben geleefd. Seks met Pieter Verdonk, heb je er voor over voor de generatie? Nou, reken maar. Waarom? Nou, voor de goede doel. En zoveel seks heb ik ook niet meer, dus alles is meegenomen. Maar waar maak je er echt zo kwaad over? Waar ben je over hier? Dit hier? Ja, dat vind ik echt gewoon onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Dat je je niet kunt verplaatsen in dat intense verdriet van die duizenden mensen, of die paar duizend, waar gaat het om? Die hier al zo lang wonen en dan eruit gezet worden. Terwijl hun kinderen al 7, 8 jaar op de Nederlandse school zitten. Er is geen mooier gebaar mogelijk eigenlijk dan van het kabinet om deze mensen die onder de oude asielwet vallen hier in Nederland te laten blijven. Wat wel opvalt is volgens mij dat het helpt om in Nederland om de bevolking op draagvlak steeds groter te maken, dat het bewustzijn steeds groter wordt, dat niet iedereen gelijk is. Er wordt heel gauw op buitenlanders, vluchtelingen, het is allemaal één pot nat en het wordt allemaal over één kamp geschoren. En dat mensen zich wel realiseren dat dit toch echt hele uitzonderlijke gevallen zijn en dat ze op een schandalige manier echt door de Nederlandse overheid zijn behandeld. En vluchtelingen nooit uit rijk worden. En dat moet toch zo langzamerhand wel duidelijk worden. Waarom? Ja. Nou, omdat, ja, de vraag. De vraag waarom. Ik ga nog even met je meerijden. Ja, en denkt u dat het effect heeft? Ja, dat kunnen we alleen maar hopen. Dat kunnen we alleen maar hopen. Ja, dus we hebben nog wel, er zijn nog wel andere actiemethodes. Maar laten we het voorlopig hierbij proberen te houden met deze overtuiging. Maar welke andere mogelijkheden denk je dat er nog zijn? Ja, nou, grof geweld wil ik het niet opgooien, maar. Ja, want je kan proberen wat andere dingen te doen. Enig idee nog voor de... Nou, dat moet je allemaal geheim houden. Dus strategie is dat. Ja, Freek de Jong had het gisteren over dat we misschien moeten gaan vastketenen aan mensen die uitgezet worden. Ja, dat was wat er ook nog voor doen. De grootste onbegrijpelijkheid is dat mensen zich dat permitteert. Zo keihard, ijskoud tegen doodverdrietige mensen. Begrijp ik niet.